Welkom bij Backstage. Ik loop hier bij een hele bijzondere bus, de zogenaamde Kunstkickbus van de provincie Limburg. Die gaat donderdag door de provincie rijden, bezoekt een aantal scholen. 2 weken geleden kon ik het al melden in Backstage. Glenn Corneille en Sofuja, beide uit Venlo, zitten in de halve finale van dat Songfestival. 8 februari in Nijkerk, dan zijn we er ook bij. Maar afgelopen weekend repeteerden ze samen in de Maaspoort in Venlo met het nummer She Would. Vanavond in Backstage de première, de landelijke première van dit nummer. En ik praat ook nog met ze. She'd never be alone if I was there to hold her. I wouldn't make her cry, wouldn't let her down. No little secrets and solve all her problems. Take away her sorrow somehow. She'd never be alone. Sofuja, wat zoek jij in een songfestival wat heel commercieel is, met alle toeters en bellen? Voel je je daar wel thuis? Zoeken doe ik dan misschien niet indirect iets. Alleen toen de voorrondes werden gedaan, dus zeg maar toen de liedjes werden ingezonden, daar heb ik helemaal niets van meegekregen. Er waren 4 kandidaten voor het liedje van Glenn Corneille. Dat liedje was meteen goedgekeurd, alleen de kandidaten werden niet meteen, daar is niet meteen akkoord mee gegaan. Toen heeft hij gewoon mij gevraagd of ik het wou inzingen. In eerste instantie heb ik er even over nagedacht, daarna heb ik het gewoon gedaan. Toen gingen ze meteen akkoord en toen had ik zoiets van, nou ja, ik kan misschien ook mijn eigen naam gewoon goed mijn best doen en gewoon goed laten zien wat ik kan. Dus het is gewoon een kans die ik kan grijpen om ook voor mezelf en ook om het project een beetje hoger op te krijgen. Maar nu zijn er maar heel weinig songfestivalartiesten die goed terecht zijn gekomen. Ben je dat bewust? Daar ben ik me ergens wel bewust. Ja, daarom heb ik ook vaak buikpijn gehad. Maar daarom blijf ik ook lekker mezelf. Ik ben dus niet een van die blije gasten die voor de camera gaat springen en van die poses gaat staan en zo. Blijf gewoon cool. 'Cause she never be alone with my kid. She never. Als ik aan het Songfestival denk, dan denk ik aan boa's en veren en stampers. En dit contrasteert eigenlijk met de rest. En ja, op zich vind ik dat wel juist heel spannend. Dat maakt het liedje ook waarschijnlijk krachtiger. Ja, dat maakt het misschien krachtiger, dat zullen we zien. Misschien worden we laatste, maar dan hebben we in ieder geval een mooi liedje ten gehoor kunnen brengen. En ja, je hoopt altijd dat het mensen raakt gewoon. Daar doe je het om, als het ware. Dus. Wat ook heel bijzonder is, straks alleen maar piano en zang. Dat in tegenstelling tot heel veel andere liedjes die met grote orkestbanden aangekomen zetten. Ja, ik heb zelfs gisteren van de Tros gehoord dat wij de enige zijn met een piano überhaupt. En ja, de rest speelt allemaal met banden. En ja, wij alleen piano, zang. Dat maakt het heel fragiel. Maar ja, dat kan ook met Sofuja als zanger. Dat scheelt. Je bent niet alleen met het Songfestival bezig. Je bent ook nog bezig met Gino Tayutu. En jullie gaan ook nog van alles doen, ook hier in Venlo. Hè? Zeker. Ja, niet alleen in Venlo. We spelen eigenlijk normaal gesproken heel veel in het buitenland, veel in Spanje. We zijn laatst bij de muziekfabriek geweest, hebben dat ook nog uitgelegd. We dus veel in Spanje zitten, we toeren veel in Duitsland. En Nederland hoort er natuurlijk ook bij. Maar binnenkort in Venlo, wat gaat hier gebeuren? Nou, de 21ste maart hebben we de Avenue afgehuurd en dan houden we dus een evening with Sofuja. Zo, dus de mensen, als ze van soul een beetje funk, een beetje jazz houden,
Dan moeten ze zeker kopen. Binnenkort zullen er ook overal posters komen te hangen en promotie worden gemaakt. Er spelen 3 bands en er komen 2 DJ's bij draaien. Dus het wordt gewoon echt een avondvullend programma. She